Voordat je in Utrecht begon, zat je in het reguliere onderwijs. Ja, klopt. Hoe is die switch ooit bij jou ontstaan? Nou, ik ben net nog wat vergeten te zeggen. Want ik zei dat ik muzikant was. Maar de eerste school die ik maakte, dat was... Ik heb gestudeerd aan het Rotterdams Conservatorium. En dat ging heel moeizaam om daar op te komen. En toen ik er eenmaal op zat, was ik opeens een topstudent. En dat was het eerste moment dat ik me afvroeg van, what the fuck, hoe kan dit? Ik heb 2 jaar auditie moeten doen. Het pas met het 2e jaar en een hoop kruiwagens mocht ik op die school. Dat is in september begint dat. En in december mocht ik al alles doen wat God verboden heeft en waar je de beste... Nou, dus, en toen ben ik daar uiteindelijk dus heel goed afgestudeerd, want ik had, iedereen vond het te gek en ik ook. En toen ben ik er gaan lesgeven, want dat vroegen ze of ik dan eerst 2 uurtjes ritmische scholing en toen mocht ik eens een ensemble begeleiding, nou dat heb ik al gauw bandcoaching genoemd. En toen mocht ik een drumlesje geven en toen werd ik al gauw hoofdvakdocent, nou dan ben je echt gewoon, weet je wel. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk voor Codarts, ging het toen later heten, heb ik die HBO Popacademie mogen bouwen. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik echt kon gaan proberen om al die onzin die in onderwijs vaak zit. En dat bedoel ik niet eens zo negatief van dat het allemaal slecht is, maar zo'n hoop dingen waarvan je niet weet waarom het erin zit. Maar je krijgt ook niet het idee om het... Nou, een voorbeeld. Ik heb jarenlang moeten werken met... Als ik van de hak op de tak spring, dan moet je me afschieten. Ja, ik doe mijn best, maar ga even... Nou, een van de voorbeelden was, en die zag ik later bij mijn dochter ook op school... En echt, je verzint het niet, is dat we audities deden, weet je wel, toelatingsexamens... En dan kreeg je een fucking formulier. En daar stond dan gewoon netjes op toonvorming, muzikaliteit, timing... Allemaal van dat soort termen. Een formulier uit de jaren 50. Nou ja, en als je dan de vraag stelde van, oké, okay, en dan was de hele commissie het eens van, ja, die jongens, de timing is echt niet oké. Okay. Dan zei ik altijd van, hoe had die dan wel moeten zijn? Want, weet je, en iedereen, en zelfs ik ook, want ik ben een hartstikke goede drummer, ik zie ook aan een drummer dat iemand zijn timing is niet oké, okay, is niet tof. Maar ik stel me tegenwoordig altijd de vraag van, maar waarom vind ik dat? En is het wel zo belangrijk dat ik dat vind? Mm-hmm. Snap je? Ja. Want het is maar net welke muziekstijl, wat je referentiekader is om iets wel of niet goed te vinden van een leerling. En hele scholen, hele onderwijssystemen zitten daar vol mee dat er moet dit en moet dat. Maar op een andere manier kan iemand zich ook heel erg goed ontwikkelen zonder dat hij dan niet dat diploma zou moeten mogen kunnen krijgen. Maar als hij het niet krijgt, is hij gewoon fucked. Ja, ja nee, dus, want dat papiertje is op de een of andere manier toch... Super belangrijk. Nou ja, al is het maar dat je de leerplichtambtenaar tot je 18e aan je reet hebt hangen. Ja, en allerlei onzin. Weet je wel, terwijl die leerplichtambtenaar, ja, die kan er dan ook weer niks aan doen. Want die ziet ook wel dat dat jochie tof bezig is. En die zou ja, ook... Ik heb een geruststellende mededeling voor je. Wij gaan, leerplichtambtenaren gaan bij het WAHO op stage lopen. Dat hebben we met Ingrado, de overkoepelende leerplichtorganisatie, afgesproken. Dus de leerplichtambtenaren gaan bij ons stage lopen. Dan gaan ze leren... Ja, ze zijn heel lang tegen ons geweest, totdat ze bij ons kwamen, toen waren ze om. Ja. En dat is natuurlijk een hele leuke ontwikkeling, want daardoor zie je dat als jij op school bijvoorbeeld een leerling hebt die om wat voor reden ook vastloopt, vastlopen is een interessant woord, hè? Vastlopen komt uit de technische industrie, een machine loopt vast. Ja. In dit soort gebouwen liepen vroeger machines vast. Tegenwoordig noemen we kinderen die het niet goed doen, noemen we vastlopers. Vind ik een bizar woord eigenlijk. Ja. Maar wat ik belangrijk vind, en Ad geeft dat eigenlijk al aan, en ik zie dat ook bij jou, ja. Althans, dat neem ik aan. Je hebt natuurlijk op een school leerlingen die het niet redden, om wat voor reden dan ook. Laten we de reden dus allemaal in het midden laten. Ja. Wat wij belangrijk vinden, is dat je dan eigenlijk na school moet je als het ware een andere ruimte creëren. Want ieder mens, ik weet niet hoe jullie dat zien hier in de zaal, want ik kijk tegen het licht in, dus dat kan je niet zo goed zien. Ieder mens wil leren. Als ik één ding tijdens mijn leven geleerd heb, is dat ieder mens wil kennis opdoen. Ja. Ja, dus als je die gitaar gaat spelen, wil je dat A-mineur akkoord, wil je ook een keer een A-mineur septiem wil je gaan doen. Weet je? Je gaat verder. Daar gaan we zo even mee beginnen, want er zijn heel veel onderwijsgoeroes, zou ik bijna zeggen, die ook zeggen iedereen wil leren. Dus daar gaan we even op inzoomen. Nou, Marco, jij zei iedereen wil leren. Dat is een hele belangrijke om vast te stellen. Ik moest ineens denken aan Sir Ken Robinson, recent overleden, dus nog niet zo lang geleden.
heel veel TEDx-speeches gehouden over het leren van kinderen. Ja. Je had het net over vastlopers. Een van de mooie dingen is ook dat hij ook leren wel eens vergeleken, althans het oude schoolsysteem, met iets wat uit de industriële revolutie komt. Dus ja, dat daar een vastloper in zit, ja, is dan ineens niet zo gek. Nee, dat klopt. En eerst even iets over de band. Ja. Ik heb nog wat contacten in Den Haag en in Rotterdam. Mochi, volgens mij ga ik ze aanbevelen. Goeie band, hartstikke leuk. Nou, ik ben blij dat je er was, ja, niet. Ja, heel raad goed. Zal ik even met ze. Ik zal het zeker doen. Maar even terugkomend op jouw vraag. Weet je, ik heb maandag op het onderwijscongres gesproken in Ede, op de Reehorst. Dat was erg druk. En daar zitten heel veel mensen die onderwijsonderzoek doen. En er zijn nog meer mensen die onderwijsonderzoeken. En er zijn nog meer mensen die onderzoek doen naar onderzoek van onderwijs. En ik word daar een beetje moe van. Ja. En ik zal uitleggen waarom ik er moe van word. Want we weten eigenlijk allemaal wat werkt met onderwijs. Namelijk kennisoverdracht op een leuke manier. Enthousiasme creëren dat je wil leren. En bemoediging dat iemand jou steunt en jou ziet. En dat je daardoor groeit. Mm-hmm. Nou, dan kan je de mooiste theorie op loslaten en de prachtigste boeken over schrijven. En dat doen veel mensen en dat gun ik ze ook van harte. Ja. Ik doe dat niet. Ik denk dat het belangrijker is om hands-on bezig te zijn. En op het moment dat je ziet dat iemand vastloopt. Ik weet niet of jullie onze socials volgen, maar daar zie je hele bijzondere dingen gebeuren. We hebben nu te maken met het bekende verhaal van een jongen die op een opleiding zit. En dat gaat niet lekker, en dat gaat moeilijk en dat is allemaal gedoe. En ze flikkeren hem van school af. En echt van school af. Hij gaat eruit. Dan belt een moeder ons en die zegt, Godverdomme, en die school, en dat deugt allemaal niet. En dan is die jongen bij ons, die jongen is 16 jaar. En dan praat een van onze meesters, want we hebben meesters bij ons in dienst, die hebben de hoofdletters schrijven dat. Die zegt, Rens, mag ik jou eens wat vragen? Jij wordt van school gestuurd, vierde van, ja, klote school en dit en dat. Dus we zitten allemaal in de vechtmodus tegen jou als school. Mm-hmm. Maar die meester zegt nog wat. Die zegt, Rens, heb je zelf ook niet een beetje meegewerkt aan het feit dat je van school geflikkerd wordt? En dan blijft het stil bij Rens. En dan zegt hij, eigenlijk wel. Want ik zit eigenlijk elke les met mijn hoodie over mijn kop, met mijn hoofd naar beneden, en fuck you te zeggen eigenlijk tegen die leraar. En die leraar ben jij. En jij bent niet naar school gegaan om fuck you tegen een leerling te zeggen. Jij bent iets gaan doen omdat je hem wil leren en wil motiveren. Dus wat zeggen wij tegen Rens? Weet je wat je doet? Jij kan nou, dit is ons onlangs overkomen, en het overkomt ons heel vaak. Jij kan nu van school afgaan en dan komt leerplicht. En dan komt op een gegeven moment justitie, want je bent 15. Je krijgt gesodemieten, wil je niet weten. Je kan ook een brief naar je directeur sturen en zeggen, beste directeur, terecht eigenlijk dat je me van school afflikkert, want ik heb gewoon geen moer gedaan om mijn best te doen. En wat denk je dat hij gedaan heeft? Hij heeft die brief geschreven. We hebben ook de moeder even uit beeld gehaald, want die wou al een woedende brief naar jou sturen, want het lag aan jou natuurlijk. Ja. Jij die school. En we hebben gezegd, moeder, even weg. Moeder deed dat. En als ze het niet doet, dan zorgen we ervoor dat ze dat doen, want we hebben daar geen zin in dat moeder zich ermee bemoeit. De jonge man van 15 is anderhalve week later, ik ben mee geweest, vond ik erg leuk, op bezoek bij zijn directeur en zijn mentoraat geweest. En de directeur zei, ik vind het moedig wat jij doet. Want je geeft eigenlijk aan dat je wel iets wil leren. Mm-hmm. En toen zei Rens, ja, wil ik ook. Nou, als jullie gisteren op onze Twitter-account kijkt, zie je wat Rens heeft gedaan voor zijn directeur. Ja. Ik ga het ook niet vertellen, kijk maar even op Wahalap Twitter, zie je het zo. De verandering in die jongen is zo groot, en ik noem nu één voorbeeld, dat hij en bij ons is en weer op zijn school zit. Maar ook een nieuwe manier van kijken naar zijn leren methode heeft gekregen. Ja. En daar worden natuurlijk vreselijk veel boeken over geschreven. En ik vind, je moet het aanpakken. Je moet het gaan doen. Ja. Even Jeroen en Rudy-Jan, als jullie denken van, ik wil invallen, ik wil een vraag over stellen. Hou je niet in, grijp de microfoon en doe mee. Hè? Ik kom straks ook naar jullie toe. Maar nog even, Marco, want je vertelt iets bijna in een bijzin wat heel belangrijk is. Namelijk dat Rens in dit voorbeeld, dus nu zowel weer op die school is als bij jullie is. Absoluut, ja. Hoe gaat dat dan in de combinatie van die beide instituten, zal ik zeggen? Nou ja, laten we zo zeggen, we hebben zelfs studenten van de Radboud Universiteit die bij ons een deel van hun studie opvolgen, dus dat is op zich niet zo gek. Waar het om gaat, is dat, er werd net gezegd, die school die komt eigenlijk uit dat stenen industriële tijdperk, laat ik zo zeggen. Ik heb dat ook meegemaakt. Ik zat in Rotterdam ook op zo'n school, het grote Albert Einstein Lyceum. Daar heb ik allemaal meegemaakt. En
Ik heb nooit meer willen denken over school toen ik weg was. Ik ging andere dingen in. Ik ging de muziek in, ik ging die wereld in. Ik heb alles meegemaakt, hartstikke gaaf. Totdat ik weer een keer op een school een lezing gaf. En ik ben ondertussen al 184 jaar oud. En ik kwam op zo'n school. Ik dacht, shit, hey, hier is in 20 jaar niks veranderd. Daar schrok ik van. Dus toen dacht ik, als ik iets wil gaan veranderen, dan moet ik die scholen niet veranderen. Die moet ik verleiden om met ons samen te gaan werken. Want die scholen voelen ook aan dat ze tegen dingen aanlopen. Ik ga even naar Jeroen. Want Jeroen, jij zit op zo'n school. Daar werk jij. Als hier de stelling is of de gedachte is, er is 20 jaar niks veranderd. Ik bedoel, ik voel aan dat dat niet zo is, maar snap je dat beeld? Ja, dat snap ik eigenlijk volledig, dat beeld. Ik beweeg me nu weer sinds 1 januari 2019 in het onderwijs. En daarvoor heb ik een soort van getracht om op iets kleinere schaal als meneer daar te doen hier in Dordrecht. Marco. Ja. We hadden geen 1,5 miljoen, maar 1,5 ton. Dat is net niet gelukt. Ja. Maar ik herken heel erg wat er gezegd wordt. Maar ik herken en hoor ook heel goed dat het dus naast elkaar bestaat en met elkaar tot stand komt. En het mooie is in dit geval is dat als je dus met elkaar op kunt trekken en op basis van een gelijk doel, want inderdaad, die docent die zit daar niet om die leerling af te branden en vice versa. Klopt. Dan kun je mooie dingen bereiken. En dat is ook wat we uiteindelijk hier bijvoorbeeld met City University trachten te gaan doen in combinatie met het onderwijs en het bedrijfsleven. En ik mag erop aanvullen, want wat jouw verhaal, dat spreekt mij dus heel erg aan. Ik had vanmiddag een gesprek met onze stagiaires pedagogiek. Dus we hebben studenten van de pedagogische academies. En die zeiden, goh, we zien hier jongens en meiden die helemaal geen problemen hebben. Ik zei, nee, dat klopt. Er zijn ook heel veel jongens en meiden bij ons. Die zijn namelijk supergoed op het VWO bezig. Alleen die missen een x-aantal uitdagingen. Mm-hmm. Dus bij het WALAP hebben wij iets gecreëerd waar alles door elkaar loopt. Weet je? Dus je moet met elkaar leren samenwerken. Dus de werken bij ons, ik geef een voorbeeld. We doen op dit moment de hoofdkantoor van de Rabobank. Daar doen we de vergaderkamers restylen. Nou echt, behoorlijk mindblowing. Waanzinnige opdracht ook. Maar er wordt een enorme technische klus. Daar werken jongeren aan die uit het VMBO komen. Daar werken VWO'ers aan. Daar werken, you name it, weet je wel. Ze werken samen. Ze moeten samen met elkaar overleggen. We halen de goede dingen uit het onderwijs. Want die zijn er absoluut. Ja. Als jongeren bij ons komen en zeggen, potverdomme, nou snap ik waarom ik die wiskunde nodig heb. Juist. Ik had een hekel aan die wiskundeleraar. Dan zeggen we, nou, weet je, terecht, want het is misschien een lul. Laten we het maar gewoon zo Rotterdam zeggen. Maar Jezus, die man is niet op die school gaan zitten om jou te irriteren. Die is jou iets aan het leren waar jij dus blijkbaar wel wat aan hebt. Ja. Dan snap je dus dat die school ook hartstikke belangrijk is. Want bij ons kan je er iets mee doen. En de basis leg je daar. Maar, en die basis moet je goed leggen. Maar zit dan daar precies het, ik zou bijna zeggen, de missing link? Absoluut, we doen het. Namelijk dat bij jullie, ja. Dat abstracte vak wiskunde, dat wordt ineens een hele concrete toepassing zeer krijgt. Tastbaar. Maar ik denk correct. Dat er nog een, Mark, ja? ik denk dat het allemaal waar is wat Marco zegt, absoluut. Maar wat ik geprobeerd heb met Utrecht en die Nasty Classy, is dat er nog een laag onder zit. En die laag daaronder, die wil ik altijd heel graag proberen te bereiken. En dat lukt in die Nasty Classy. Okay. Eigenlijk net voordat voordat die band ging spelen, van dat je zegt van kinderen, leerlingen, jongeren willen graag leren. Dat is niet zo. Want we zijn hun hele leven bezig ze te vertellen dat iets leren niet leuk is. Iets leren houdt voor jongeren in dat het niet goed was wat ze deden. En nu gaan ze leren hoe het dan wel moet. Nou ja, ik vind die tegenstelling wel interessant om straks. En het is natuurlijk niet waar, hè? Straks eens even in te duiken. Maar het hele gedrag van nu-cultuurjongeren is de basis daarvan. En je moet, en wat ik probeer met die Utrecht in Nasty Classy is, en dan kom je precies uit bij dezelfde dingen als die Marco zegt, dat je zegt van oké, jij vertoont de hele dag gedrag wat niet past bij de doelen die je zelf wil halen. Maar dat komt, want die school is kut, en die leraar is kut, en dit en dat en dat en dat. En dan, weet je wel, dus als je die laag gaat weten aan te spreken, dat je gaat zeggen van oké, maar waarom dan? Ja. Maar volgens mij zitten jullie een beetje op diezelfde laag te werken. Ja, ik vind het belangrijk, en ik weet niet of jullie dat ook zo zien. Wat ik belangrijk vind bij ons, is dat wij
met al onze mensen die wij hebben werken bij ons, en het, nogmaals, wij hebben meesters van 12 jaar, hè, die ergens goed in zijn, dat wij niet zeggen dat wat ze deden niet voldoet, maar dat ze natuurlijk zichzelf kunnen ontwikkelen op de terreinen waar zij willen. En wat ik denk dat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is dat het er niet om gaat of je super talentvol moet worden, of dat je heel erg spectaculaire dingen moet doen, maar dat je het gevoel moet hebben dat de omgeving jou de kans biedt. En de omgeving kunnen mensen zijn, het kan het gebouw zijn, het kan de sfeer zijn. Dat je je thuis voelt en dat je mensen kan zoeken. Wij zeggen ook altijd, je moet geen leraren hebben in je leven, je moet ze vinden. Ja. Dus wij bemoedigen jongeren om leraren te zoeken, want deze band heeft misschien wel behoefte aan wat adviezen op het gebied van muziekontwikkeling. Ja, ik heb 10 jaar topervaring, misschien kunnen ze mij zo meteen op z'n kop houden en uitschudden. Laten we even stilstaan bij Utrecht, want je was al even begonnen te vertellen naar de laag waar jij op zoek was. Jullie zoeken diezelfde laag volgens mij. Hoe is Utrecht ooit begonnen? Utrecht is begonnen omdat toen ik de chef was van die artiestopleidingen, toen kwam ik er al achter dat, weet je, het was zo, ik had studenten op school en ze vonden het helemaal te gek. En als ik dan met mijn collega-managers in het MT zat, dan zeiden ze van, oh ja, maar die namen die jij daar hebt zitten, dit zijn echt de moeilijkste jongens die we hebben gehad. En die hebben allemaal een dossier van een meter en ze hebben allemaal dit en allemaal dat. Ik zeg, gast, er is gewoon helemaal niks aan de hand met die jongens. En toen kwam ik erachter van, oké, er zijn een aantal knoppen waar je bij die nu-cultuur kids wel op moet drukken. En ook een aantal knoppen waar je gewoon niet op moet drukken. En ik drukte me net een beetje, nou niet onhandig, maar ik kon het niet goed uitleggen. Kijk, die jongens willen gewoon niet leren. Als je creatief bent, als je dingen wil maken, dan wil je niet leren. Dan wil je niet dat er iemand die naar je toe komt, die zegt van, ja, je hebt hier een tekst geschreven, maar die tekst is echt kut, man. Ja. Of ik heb een liedje geschreven en dat is een slecht liedje. Ik kan wel allerlei manieren gaan verzinnen om jou in contact te brengen met andere teksten en andere liedjes en andere stijlen muziek. Maar nooit zeggen van, joh, deze tekst heb je over je oma geschreven, maar hij is echt kut. Ja, maar ik begin een beetje aan te voelen wat jij wil zeggen. Je moet die... Het is heel simpel, hè? In die nu-cultuur moet je die jongen gewoon hun ding laten doen. En daar kun je wat aan toevoegen en dan heet het geen leren, maar dan krijgen ze wel dingen mee. Ja, de mooiste lessen die ik kon geven was dat ze na afloop of na een semester zeiden, hey, ouwe man, we hebben echt helemaal niks van jou geleerd. Ik zeg, oké, maar we weten nu wel. Ik zeg, hey man, sorry man, ik was er niet bij. Mm-hmm. Snap je? Dat is stoer, want dan hebben ze het allemaal zelf gedaan en een docent heeft alleen dan de rol om te coachen. Het is heel simpel. Ik heb er een boek over geschreven, maar als je... En woef, iedereen, woef, woef en nu je bek houden. Iedereen weet, als jij iets van je hond wil, als jij een hond iets wil leren, het enige wat niet werkt is je net zo lang op zijn muil slaan tot hij ermee ophoudt. Maar een belonen als hij wat goed doet. Voor een hond weet iedereen dat. Maar waarom geven we dan nog wel steeds altijd maar die onvoldoendes als het niet was wat er gevraagd werd? Ga eens vragen wat ze wel weten. Ja, het lastige wat Ad zegt, daar kan ik wel in herkennen. Het lastige is natuurlijk dat je, wat wij heel veel bij jongeren zien, is de school doorlopen. En dan krijgen ze een beoordeling, dus een diploma of wat dan ook, en of een getuigschrift of wat dan ook. Hebben ze 10 dingen moeten leren en 1 ding gaat niet goed. En dat wordt gemeten vaak, de beoordeling ligt aan dat ene wat niet goed ging. Ja. Ik heb dat vroeger zelf in Rotterdam ook raar gevonden toen ik op school zat. Daarin dacht ik van ja, ik organiseer grote feesten op school, daar werd ik niet voor beoordeeld. Ik had een schoolband opgericht, daar werd ik niet voor beoordeeld. Ik zag andere jongens en meiden die dingen deden, die de school opknapten, werd je niet op beoordeeld. En natuurlijk kan je zeggen rationeel, dat telt ook niet. Maar ik vind dat wel tellen. Ja. Want vanuit dat standpunt. Ik geef een voorbeeld. Bij het Walhalla, we hebben een hele grote locatie. Maar Marco, hè? Ja? Sorry dat ik je onderbreek. Ik denk dat je gelijk hebt voor middelbare scholen. Mm. Maar als jij kijkt naar kwalificatiedossiers van mbo-opleidingen. Ja, dat weet ik. Daar staat absoluut niet in dat het niet had gemogen wat jij nou net klopt. Zegt. Ja, klopt. Het is maar net, die dossiers die worden door die scholen ingevuld al 100 jaar. Het staat er gewoon niet in. Nee, dat, ja. Het verdrietigste de berichtje wat ik de afgelopen jaar heb gehad, was van Lindsay. En Lindsay is een meisje van 15.
die is al 3 jaar bij het Walhalla, maar die zit ook op een VMBO. En als jullie op Twitter bijvoorbeeld, op Instagram zien wat dat meisje kan maken, dat is echt waanzinnig. Er komen studenten van de TU Design, van TU Twente, komen kijken wat dat meisje maakt bij ons. Nou kreeg ik een paar maanden geleden een appje van haar. Ik kan het voorlezen, ik heb het bij me. En dan schrijft ze, Marco, ik zit in de les en wat denk je dat ik vandaag moet maken? Ja. Zij maakt dus absoluut waanzinnige meubels, zonder spijkers en zonder schroeven. Dat is een kunst op zich, hè? Ze zegt, ik moet vandaag een sigarenkistje timmeren. Wat denk je ervan? Ja. Ik kon alleen maar een treurig emoticon terugsturen. Ik denk, hoe komt het nou dat er op die vakopleiding ze niet in de gaten hebben? Dat vind ik verdrietig. He, dat er jongens en meisjes op scholen zitten die niet herkend worden op hun talent. Zij zou daar zelfs een leraar op die school kunnen zijn. Dus ik vind het heel verdrietig dat zij op het eind van het jaar wordt beoordeeld op het sigarenkistje wat ze getimmerd heeft. Terwijl dat meisje dingen maakt waar TU Twente studenten van de Design Academy komen kijken hoe ze dat doet. Ja, dat is wel heel boeiend. Nou, dat is een voorbeeld waarvan ik soms van mijn stoel val. Ga ik toch even naar Jeroen. Als jij dit voorbeeld zo hoort, ik bedoel, zijn we in het schoolsysteem te veel terechtgekomen in dat de methode, dat het aanbod te veel leidend is geworden? En dat je daarom dus, want de methode zegt sigarenkistje. De methode die heeft het ook over doelen. En de methode schrijft voor hoe je die kunt bereiken. Ik vind, en gelukkig steeds meer docenten en scholen met mij, dat je moet kijken naar degene die de doelen wel of niet wil of kan bereiken. En dan te bedenken, hoe gaan we dat dan doen? Ja. Want wat ik hoor is dat deze vakopleiding geen zicht heeft op de kwaliteiten van haar studenten. En dat is waar we met elkaar naartoe moeten. En daarom hebben we elkaar zo hard nodig. Ja. Want deze dame, die laat dingen zien op een ander terrein buiten de schoolse muren, waar deze vakdocent wellicht helemaal geen weet van heeft überhaupt. Terwijl het de vakdocent zouden ongelooflijk moeten inspireren dat hij zo'n leerling heeft. Zeker. Want dat meisje kan van natuurtalent uitzeggen dat ze die dingen kan. Ja. Dus dat is, het blijft een heel moeilijk ding, vind ik. Dat opleidingen, en natuurlijk speelt er een stukje persoonlijke frustratie in, want ik heb er natuurlijk heel veel eigen geld in gestoken. Maar het onderwijs krijgt heel veel geld van de overheid. Ja. En dan denk ik, als ik dan met leerlingen bezig ben, met mijn teams, die zulke waanzinnige dingen doen. En wij moeten schrapen, hè, want wij krijgen dankzij onze grote bedrijfssponsors krijgen wij machines, gereedschappen. En het ziet er allemaal zeer professioneel uit bij ons, dat maak je geen zorgen. Maar ik denk soms wel eens als ik in mijn oude autootje ergens rijd, dan denk ik, potverdomme zeg, dan zie ik daar zo'n docent wegrijden in een dikke auto. Mm-hmm. En dat is wel eens een pijnlijk dingetje. Ja. Dan denk ik van, snotverdukkie zeg, hé, wij hebben die jongens en meisjes en we zijn er keihard mee aan dingen aan het doen waar ze door ze later in welk terrein dan ook kunnen excelleren. Maakt niet uit wat. De oplossing die ze verzonnen hebben bij Utrecht is dat iedereen komt stage lopen. Ja. Nee. Ja, daar krijg ik geen gulden voor. Ja. Ja. We waren bij Utrecht, Ad. En bij het feit dat je daar toch behoorlijk moet schrapen. Ja. We hoorden net al verhaal, iets beginnen met 1,5 ton, iets beginnen met 1,5 miljoen. Volgens mij begon jij met bijna niks. Ik heb nog steeds niks. Ik heb het vorige pand hebben we de business op orde gekregen omdat we konden gaan draaien en al die evenementen konden doen en die kantoren verhuurd werden waardoor er geld was. Maar in dit nieuwe pand is er nog steeds niks en dat gaat iedereen herkennen. Het is ook de basis van waar we het over hebben. Zolang gemeentes niet snappen dat ontwikkeling van jongeren niet of werken is of hulpverlening is, of onderwijs is, of wat dan ook, maar dat die dingen door elkaar lopen, blijft een partij als Utrecht de hele tijd van bureau naar bureau gestuurd worden. Ja, maar en al die partijen die erover gaan, die zijn niet van plan om maar een euro in te leveren. Nee, maar komt dat omdat jullie in geen enkele reguliere subsidiestroom passen dan? Nee, omdat je het is succesvol.
omdat je ervan bewust bent dat leven en leren en werken van kids door elkaar heen lopen. En als jij wil dat ze gaan leren, dan zul je iets in hun leven moeten regelen. Ja. En als ze geld willen hebben, dus willen werken, dan zou je moeten regelen dat wat ze leren onmiddellijk of binnen termijn uitzicht heeft op dat ze geld hebben. Anders gaan we een bank beroven. Ja, dat zou ik ook doen. En daarbij is het, als ik even mag aanvullen, is het heel lastig om het te hebben over subsidieverstrekkingen verstrekkingen en dergelijke, waar wij het met elkaar hebben over ontwikkeling. Juist. Want een subsidie die loopt een x tijd en die ontwikkeling dan, die loopt gewoon door. En dat pand, dat mogen we voor een half jaar mogen we dat lenen van de gemeente, maar die ontwikkeling die loopt door. Ja. Dus we hebben het over leven lang ontwikkelen, om maar zo te zeggen. Ja. En iedere keer moeten we op zoek naar weer een nieuw pandje, of weer een nieuw stukje subsidie, of weer een nieuw... Dus wat dat betreft zit daar wel een heel groot ding. En zul je elkaar ook daarin moeten vinden. Want wat net gezegd wordt over financieren vanuit het onderwijs, ja, dat is waar wij nu met die nieuwe leerroute ook aan het kijken zijn. Ook met de City University aan het kijken zijn. Als hier leerlingen een aantal dingen gaan doen en er wordt op gecoacht en er wordt op getraind en ga ze maar door. Dan betekent het dat wij vanuit het onderwijs daar niet op coachen en trainen. Dus wat gaan we dan met die geldstromen doen? Ja, het was een heel interessant thema bij ons wat we hebben meegemaakt. Dat is niet zo lang geleden. Het gaat over sexting. Sexting is een groot probleem op de scholen. Dat wordt zoveel mogelijk stilgehouden. Want als sexting naar buiten komt, heb je een gedoe. Het was een hele grote school in het westen van het land. Die riep onze hulp in. En die zei, we hebben een heel groot sextingprobleem. Dat willen we graag onder de radar houden. Maar we willen ook zorgen dat de kinderen daardoor niet beschadigd worden. We hebben een plan ontwikkeld. Een hele mooie activiteit ontwikkeld. We zijn maanden met de groep plegers en met de slachtoffers in de weer geweest. We hebben de slachtoffers ook uitgelegd dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Ook met hun blote kont in de appgroep gaan zitten. Dat is ook niet handig natuurlijk. Dus we hebben een stukje opvoeding meegegeven. En dat deden we in opdracht van de school. Dus de jongens en meisjes waren bij ons. Elke dag. Dus we hadden dat van tevoren afgesproken. Moet je voorstellen, wat kost dat ons? Behoorlijk veel geld. We hebben het project afgerond. 2,5 maand. Superleuk project gedaan. Iedereen heeft geleerd dat sexting geen handige actie is. En toen was de factuur er. En gingen we naar de school, want we hadden een contract met de school. En we zeiden, we hebben dat opgelost. Het is uit de pers gebleven. Iedereen is gelukkig. Er zijn geen getraumatiseerde jongens en meisjes ontstaan. Iedereen heeft er wat van geleerd. En toen zei de school, het was fantastisch. Maar we gaan niet betalen. Want jullie zijn geen school. Ja, precies. En toen brak me de kop. Ja. Ik heb anders stage gelaten. En toen hadden wij heel veel jongens en meisjes die thuiszitters zijn, hebben wij ook. En dan zeiden de scholen van, wat fijn dat jullie ze opvangen, wat fijn dat jullie ze dingen leren. En toen zeiden we, naar wie kan de factuur? Dan zei de school, niet naar jullie, niet naar ons, maar jullie zijn geen school. Moet je voorstellen, wij zitten in een situatie, moet ik een schoolvergunning aanvragen, een onderwijsvergunning, wat ik nooit zal doen. Ja. Nu hebben we dat probleem niet meer, want de scholen betalen, want ze zien dat we het probleem oplossen. Maar ik wil het misverstand even uit de weg ruimen dat ik 1,5 miljoen gewoon erin gestoken heb. Ik heb 1,5 miljoen over 15 jaar geïnvesteerd. Dus dat is niet zo dat ik begon met 1,5 miljoen en alles maar kocht, was het maar waar. Ik heb dat over een lange periode uitgesmeerd om voorzichtig te kunnen opereren. Maar die realiteit, dus die school die vangt geld voor een leerling die niet bij hun is, maandenlang en bij ons is. Ja. Die leert bij ons muziek maken, die leert bij ons whatever. En als wij dan zeggen, mag we even vangen? En dat gaat niet om veel geld hoor, dat gaat echt om een marginaal bedragje. Dan zegt de school, sorry. En de scholen doen ook niet hun best, deden ook niet hun best om dat te veranderen. Dat doen ze nu gelukkig wel. Dus wij hebben voor ons, met onze bestuur hebben we afgesproken dat wij ook dwingend worden. Als men met ons zaken wil doen, en dat willen veel mensen, dan zeggen we, daar hangt een prijskaartje aan. En dat prijskaartje blijft anders ergens hangen, maar dat gaan we niet meer doen. Wij moeten ook onze huur betalen, we hebben een duur pand, we hebben duur machines, onze verzekeringen zijn heel hoog. En dat willen die scholen nu graag? Om de simpele reden dat ze zien, ik geef net het voorbeeld van Rens, maar we kunnen 400 voorbeelden noemen, dat er dingen worden opgelost die zij niet kunnen. Ja, maar dan, maar wat ik heel fascinerend vind, wil ik even iedereen over. Nu. Ik wil even iedereen die vraag stellen, dat is namelijk een interessante vraag. Als jullie morgen naar of All Places Zutphen zouden gaan, want je denkt misschien wat is dat voor een gat, maar dat is echt een stad. We gaan, mag je zo binnen bij ons? We gaan er even uit voor nieuws en reclame en dat soort dingen. Prima. Dus we beginnen het tweede uur met die vraag. Ja. In het tweede uur wisselen we wel even van plek en dan praten we door over jongeren in de knel.
Tot straks. Jij daar gaan zitten? Ja.